Goedenavond, dames en heren. Ik zei niks. Niks. Nou, ik vind een soort introducties toch al overboord. Allee, als je een pak fitten koopt, dan krijg je toch ook geen introductie bij. Eén met mayonaise, één met pickles en één met een introductie, zeker. Kom. Dames en heren, welkom in Lava. Een nestkastje. En? Wat zit erin? Een koolmeesje. En daar! Een ijskastje. En wat zit erin? Ja, je zult in het vervolg toch dikkere kousen moeten aandoen. Ja, die nieuwe geurveters zijn veel te sterk voor mij. Papieren alstublieft. Oké, dat is in orde. Een prettige dag. Het geld dat op ons eigen spaarboekje staat. Ah ja, want zo dom zijn we nu ook weer niet. Zeg, Willy, zoveel geld hebben we nu toch ook weer niet nodig? We hadden toch afgesproken dat we juist genoeg moesten hebben om de onkosten van deze overval te dekken? Ah ja, zeg, we hebben een piano moeten huren. $2, vriend. Zeg, man, notenleer gevolgd. $12. Zeg, Willy, ja. En onze maskers? En 2 lappen van 100% katoen. 15 cent. Dat maakt samen... $14.15, heren. Sorry, Billy, maar hij weet te veel. Zeg, Billy. Ja? Er hangt iets aan uw gezicht. Wat? Uw neus. Dat is een goeie, Billy. Holla, vriend. Als er hier op knopjes moet geduwd worden, dan doe ik dat wel. Of ik? Nee, Billy. Ik was hier eerst. Allee dan. Handen omhoog. 1 verdachte beweging en ik schiet. En wij ook. Nog iets? Maar alleen, sheriff. Kun je hij niet lezen? Schiet niet op de pie. Ja. Mis. Sorry, jongens. Zij waren even verstrooid. En hij ook. Billy, dat is de laatste keer dat ik een overval doe met de piano. Oh, maar Billy, hij was een tournee aan Wall Street dan. Billy, hij speelt nog. Chopin. Hey,
Hier, Freddy Keunhuis met de tip van de week. Stel, u hebt net als onze Peter hier last van mee-eters en u staat vol met zwarte puntjes. Ja, zo zullen u natuurlijk nooit aan een meisje geraken, maar dankzij Freddy Keunhuis niet getreurd. Hallo, girls. My name is Jack Mbongo en I come from Zimbabwe. Vooruit, dames. Grijp uw kans. Oh, wat heb je nu weer uitgevonden, professor? De telefoonloze draad. Hallo, met wie spreek ik? Met mij, professor. Oh, hij werkt. Depressief Vlaanderen, manisch Nederland, madame Brisé groet u. En ons mamaatje is er weer bij. Weer al te vroeg, mamaatje. Dat is beter dan over tijd, hè? Om grappig te zeggen, dat we toch vroeger moeten opstaan, hè? Om 6:30 dan. Madame, binnenkort word ik voor de eerste keer moeder. Mijn vriendinnen raden mij aan om pampers te gebruiken voor een zuigeling. Denkt u dat dat mag? Ja. Maar er zijn ook dokters die borstvoeding aanbevelen. Lieve Wendy, ik ben een vrijgezel van iets over de 50, met een buikje van iets over de 100 en al wat kaal. Ik kan geen vrouw meer vinden. Wat moet ik doen? Wint de lotto! Madame, ik ben 27 jaar. Bruin, slank en niet onaardig. Maar jammer genoeg vind ik niet de juiste man. Hoe kan dat? Je zegt het oud, hè? Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien geeft zoveel vrucht. Maar maatje, niet zo dicht gezet in close-up. Grote uitvindingen zijn vaak het resultaat van stom toeval. Het stom toeval is dus wel de belangrijkste uitvinding aller tijden. Rest alleen nog de vraag wie het uitgevonden heeft. En vooral, hoe. Dit is Camille Kafka, dit is Camille Kafka. En ik zal het geen twee keer zijn. Goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Super Kafka Channel. Die dit keer volledig gewijd zal zijn aan de erotiek, de seks. Rechtstreeks via Kafka zat vanuit het meisjesinternaat. Maria, zwaar onbevlekt ontvangen. En bij ons niet van die professionele trutten die langzaam hun soutien laten afzakken, maar spontane meisjes. En wat is er spontaner dan een meisje dat slaapt? Een ganse slaapzaal vol met meisjes die slapen. Jean-Claude, dames en heren, mijn eunuque. Jean-Claude, kom, we gaan naar binnen. Pakt uw zak maar mee. Pas stil zijn. Voelt u al iets? Ik wel. Oh, ik kom klaar. Ah, oh, met boontjes. En met patatjes. Oh. Vroeger kon zoiets niet op tv. Vroeger was er ook nog geen tv. Maar nu, dankzij Kafkazat, kunt u allen meegenieten van erotiek met Monique. Dit, dames en heren, is Monique. Monique is 19 jaar oud. Ze weegt 150 kilo. Vet niet meegerekend. En Monique houdt van liggen, zitten, slapen, kinderen kopen onder water. En ze is ook dol op kinderen in bed. Als ze 34 jaar oud zijn, een vuile habardine hebben en een grijze klakken. En dan gaan we nu gezamenlijk op zoek naar de erogene zones van Monique. Zo, geef ik je de zaklamp en speel een keer iets erotisch op uw orgel daar alsjeblieft. Gaan we flexjes aan. Oh, hoe kan ik er hier zeg? Moment toch. Hoe erotisch, zeg. Wauw. En als je eraan trekt, dan springt het vanzelf terug. En beweegt ook op zijn eigen. Maar, en er straalt haar op. Maar dat kan toch haar onderlip niet zijn. Maar, ken je die? Oh, zeer seksueel. Een okserplooi.
van denk wel Catherine de Neuf van langs tachten gezien, die een beetje tegen de wind in staat. Maar allee, maar, en dan in Tertel nog wel. Wauw! Dat hou ik niet meer uit. Zo, we gaan een keer proberen. De verrekijker, de verrekijker. Even. Wauw! Oké, nu gaan we proberen te draaien, zo. Ah, nee, dat is niet te doen. Neus. Neus. Monique is namelijk dol op carnaval. En ze houdt van alles dat opwinding veroorzaakt. Dus ook van erotiek. Maar het mag nooit plat zijn, vindt Monique. Ah, nee, dat was het niet, zeg. Haast mocht niet te doen. Oké, Monique, luister een keer hier. Ik weet dat je momenteel in een heel diepe slaap zijt gedompeld, maar mag ik u vragen om toch iets sensueels te doen met deze aubergine hier? Ja? Allee? Sensueel, nee? Maar, is al op. Heb je nog één? Nee, dat is een beetje te veel, zo. Ze heeft wel last van haar darmen. Wat zal ik proberen? Humor. Het schijnt dat vrouwen vrij opgewonden raakt door humor. Ik zal hem op je vertellen. Monique, luister eens. Er was eens een man en die had twee kunstarmen, maar je kon daar niks van zien, want zijn handen waren nog echt. Allee, ik had een keer opgewonden. Allee, Monique. Allee, opwinding. Allee, jong. Opwinding. Allee. Nee, blijf maar liggen. Niet wakker worden, opgewonden geraken. Gewoon opgewonden geraakt. Vooral niet opwinding. Ik kan alles uitleggen. Wij zijn hier gewoon van de televisie en het grootste gedeelte wordt er toch uitgeknipt. Echt waar ik... Dit was Camille Kafka, dit was Camille Kafka. Alsjeblieft. Dank u. Dank u, mag ik wel eens doorspoelen? Sorry. Ik zal hem eerst trekken en dan pas verdoven. Wat? Waarom? Het is een keer iets anders. En dat daar? Oh, sorry, zeg. Sorry. Hallo, mijn naam is Herzele en dit is Kamagurka. En onze specialiteit, dat is het vertellen van stripverhalen die iedereen al gelezen heeft. Zoals bijvoorbeeld dat verhaal van Kuifje. Kennen jullie dat? De geheimzinnige ster. Prachtig boek. En bovendien helemaal in kleur. En wat voor kleuren? Geel, rood, groen, blauw, purper, oranje, roze... Zelfs akkers. Bruin. Herinneren jullie zich het omslag nog? Mooi. Oh. Alleen jammer dat de tekenaar niet kon tellen. En twee sterren getekend heeft in plaats van één. Ai. Maar goed, laten we niet in detailkritiek verzanden en meteen met het verhaal van start gaan. In het eerste prentje zien we Kuifje en Bobby wandelend in de nacht. Kuifje is dus het mannetje en Bobby is het hondje. Oh, wat een prachtige nacht, zegt Kuifje terwijl hij naar omhoog kijkt. Bobby, van zijn kant, is duidelijk minder opgetogen en puft. Maar wel heet, het lijkt wel hartje zomer. Tot zover het eerste prentje waar wij volstrekt niets op aan te merken hebben. Hè? Inderdaad, Kamma. Bon, dan gaan we nu over naar het tweede prentje. Waarin Kuifken een vallende ster opmerkt. Een vallende ster, dames en heren, die stijgt. Evenals mijn verontwaardiging bij het zien van het derde plaatje.
waarin Kuifke zijn trouwe Bobby keihard tegen een paal aanschopt. Kaïet! En daar heb je de grote beer. Grote beer, grote lompenbeer, ja. Oh, Bobby, zie je die grote ster daar? Zegt Kuifken, terwijl hij er naar wijst. Wijzen is heel erg onbeleefd, ja. Want stel dat er op die ster mensen wonen, hè? Precies. Bobby van zijn kant is nog helemaal ontregeld door de geweldige klap die hij zo net ontvangen heeft. En een lang haar op zijn achterpoot is er van danig in de war. Welke? Wel, op zijn achterpoot. Nee, maar ik deed gewoon de stem van Bobby na. Oh, welke? Ongelooflijk, zegt Kuifje in het volgende plaatje. De grote beer heeft er een ster bij gekregen. Maar wat dat kalf niet ziet, dat is dat ze op de achtergrond een hele reeks schoorstenen verbouwd hebben, ja? Dat ziet hem blijkbaar niet. En wat ik nu ook zie, is dat hier dat lang haar op Bobby's achterpoot. Waar is ze naartoe, alsjeblieft? Waar is ze naartoe? Is hij naar de coiffeur geweest of zo? Zou het kunnen, beste kijkers, dat? Zou het kunnen dat we hier voor het eerst getuigen zijn van een natuurkundig fenomeen dat zegt dat voor elke nieuwe ster die verschijnt, er een haar verdwijnt? Want als Einstein zegt dat de energie nooit verloren gaat, dan zou dat voor lange haren ook wel eens kunnen helden. Namelijk, lang haar is gelijk aan mc kwadraat. Alhoewel, dat klopt hier aan kanten. Hè? Dat is, allee, kijk, kom nu kijken, die ster is hier al in beeld en hier pas verschijnt dat lang haar pas. Hoe kan dat nu? Tja, sorry, zeg, maar we gaan iets al. Kijk, hier, hè. Die twee laatste prentjes. Hiermee nagelen we hem als Christus, Hergé. Kijk. Bobby komt op elleboog-hoogte van Kuifke. Alsjeblieft, jong. Terwijl hij gewoon weg maar op kniehoogte mag komen. Ja? De enige wetenschappelijke verklaring die ik daarvoor heb, dat is... Sorry dat ik u... derangeer. Dat is dat Bobby op zijn minst door nieuwsgierigheid of weet ik veel wat... zo'n lange nek gekregen heeft. Ja? Dat is de enige verklaring die ik heb voor RG zijn stoptijd. En dat noemt zich wetenschappelijk, dames en heren. Nee, dat zou RG nooit gewenst hebben. Kijk, volgens mij is de enige verklaring die mogelijk is, namelijk dat Kuifje gekrompen is. Gekrompen door in de zon langs zijn been te pissen, zeg. Allee, jong. U en Bobby heeft misschien een lange nek, maar hij heeft een dikke nek, vriend. Oké, laat ik hier eens maar. Ja, ik ga even bellen. En dan hou ik direct zekerheid hebben. Hallo? Wat? Hergé? Overleden? Hergé is dood. Oh. Kunt u mij Bobby even doorgeven, alsjeblieft? Alsjeblieft. Oh, jongen, wat trekt dat? Oh, dat vind ik echt, stom. Ik kom hier op stapelen. Gaat dan niet bijten, hè? Och, en hij beeft ervan, kijk een keer hier. Dat vind ik echt een enige stomme mop. Nee, zo kunnen we die sketch niet eindigen, sorry. Nee, maar iets anders moeten denken. Als er mij daarvoor nog op staat, ja, maar kijk, die tekst niet veranderen. Maar is goed, hij staat er goed bij. De tekst veranderen? Ja, van de geef maar door. Geef maar door. Welke tekst? Als hij op de tafel staat, bijvoorbeeld. Ah, ja, ja, ja. U zegt, geef hem mij en... Ja, wel, kunt jij hem even doorgeven dan? Ah, wel, ja. Laat hem op de tafel staan. Ja. En begint dan opnieuw. Ah, ja, ja. Kijk, joh, hun introducties die halverwege het programma nog een keer terugkomen, dat vind ik dus totaal niet te doen. Maar we doen het toch? Want we zijn professioneel. Dames en heren, welkom halfweg later. Eén stuk rechts en één stuk halfrechts. Eén stuk rechts en één stuk halfrechts. Een goede steek, daar heb ik nu echt een keer zin in. Een steek en point, een steek signaal. Vreselijk nieuws, kapitein. Alle voorraadkamers zijn leeg. Zelfs de ijskast is leeg. Op deze tomaat na. Meneer Stok, is de ijskast leeg? Ransoneer dan deze volle tomaat. Maar kapitein... Kom, geef hier. Ik zal hem wegsteken.
Wat doet je nu? Ik heb hem verstopt op een plaats waar niemand hem kan vinden. Kunnen we niet naar de kruidenier op het hoekje gaan? Negatief, Wendy. De dichtstbijzijnde kruidenier op het hoekje is 750.000 lampjaren hier vandaan. Ja, ja, dat komt ervan. Als een mens niet in de stad woont. Maar de situatie is echt zeer kritiek, kapitein. Inderdaad. Maar kapitein, besef je wel de ernst van de situatie? Het eten is op. En, Wendietje, heeft het gesmaak? Soms vraag ik mij af. Is hij nu echt zo dom of doet hij maar alsof? Apropos, Wendy, wat eten we vanavond? Je zit dan maar te zwansen met je buik vol tomaat. En ik sterf in pikaans van de honger. Ik pik het niet langer. Als ik hier geen eten krijg, dan gaat ze maar in hongerstaking. Kapitein! Begint je nu ook al? Vrienden, luistert. Ik heb een fantastisch idee. Aandacht, aandacht. Hedenavond in ruimteschip De Chérie een spetterend benefietconcert met kapitein Wally. Ten voordele van de van honger stervende bemanning. Iedereen is welkom. Amai, de zaal zit stampvol. Prima recettes, maar onze honger blijft knagen. Och, meneer Stok en Wendietje, bid voor mij. Sint Wally, heilige man, zing voor ons zo goed je kan. Mogen jouw stem ons brengen, ons dagelijks brood. Met hesp, confituur en kaas. Welke kaas? Smeerkaas. Amen. Maak plaats, hier komt kapitein Wally. Goedenavond, dames en heren. Hedenavond zal geen liedje zingen. Oh nee. Maar in gedicht voordragen van mijn beste vriend Herman de Koning. Maar wat doet hij nu? Jantje zag eens pruimen hangen, als eieren zo groot. Jantje wou er eens plukken. Zich op tijd kunnen terugtrekken, dat is de kunst. Oh, Stokske, ik heb zo'n honger. Ik ook, Wendy. Oh, het was een fantastisch publiek. Wendietje, zet de immertjes maar op het vuur. Oh, Stokske, had jij dat doen? Tot uw dienst, Wendy. Och, zeg, Wendietje, wat denkt u dat ik als voorgerecht een liedje zal brengen? Ja. Twee emmers zo vol, twee emmers zo vol. Eén met tomaten en één met brood. Twee emmers zo vol, wij vliegen nu voort. Wij vliegen nu voort. Hebben we eten, het is visie aan boord. Wennen! Dag, dokter! Dag van patiënten, hoe maakt u het nog? Ik heb overal jeuk. Wat heb je zo allemaal gegeten de laatste tijd? Krabben, dokter. Maar het heeft niet geholpen. Volgende! Wennen! Dag, dokter! Dag van patiënten! Zeg! Ja? Ik heb last van overdadig transpireren. Kijk maar. U hebt er ook blijkbaar last van, dokter. De volgende. Je
gebed ligt nog op straat. Dit kan zo niet langer blijven duren. Een oog in de grond en een blinde valt zich dood. Ik ben gewond door de liefde, gewond door de pijn. Gewond door de liefde die niet heeft mogen zijn. Je sloeg mij met de hand van de buren. Ik zal je de rekening wel sturen. 36 draadjes en pikuren. Zodoende ben ik nu behoorlijk paraplu. Ik ben gewond door de liefde, gewond door het hond, gewond door de liefde en heel erg ongezond. Ik zei, geef je borsten aan mij. Ik zal je ze met de post erop sturen. Aangetekend een ja, verpakt in een BH. Met een hond in je hand sloeg je op mijn verstand. En de hond kreeg nadien bovendien het verband. Je sloeg mij met de hond van de buren. Je nam een hond bij zijn staart en sloeg keihard. Ik sloeg jou met de hond van de buren. En ik had geluk, want ze hebben ook nog een paard. Dames en heren, welkom op het einde van Lava. Kijk, dat vind ik nu een keer een geslaagde introductie. Dank je. Dat kan, mag ik ook eens op die rotblok zitten? Moeilijkste.